Laten we nog eens een ander dingetje bekijken wat deze week speelde. Dat is namelijk die blokkade van de A12. Ik hoop niet dat je daar naartoe moet, want ze zijn iedere dag de boel blokkeren daar. Nee, je kunt gewoon omrijden, toch? Niet? Dat kan altijd, maar als je bijvoorbeeld... Ik heb het nog wel eens gezien, er is wel eens wat met die A12. De Utrechtse baan is. En als je dan dus naar boven rijdt, dus de A2 naar boven... En dan naar links langs Schiphol en dan weer naar beneden. Ja. Dat scheelt in de praktijk een paar minuten. Ah, ja, ik wil het niet bagatelliseren, maar dat is. Je bent wel iets je kunt in Nederland mij. In principe eigenlijk altijd via meerdere verschillende wegen naar je doel toe. Ja, het is wel heel vervelend voor de mensen die dan dagelijks moeten zijn. Ik weet geloof ik wel 3 manieren om naar Wageningen te rijden als je het per se weten wil, bij wijze van spreken. Ja. Als ze zich ook op de A12 bij Ede gaan vastlijmen. Ja. Ja, wat zal ik daarvan zeggen? Ik vind het niet zo'n verschrikkelijk groot probleem. Ik vind zolang het een sterk attenderende werking heeft, want dat heeft het wel, zou ik ook daar nog even mee doorgaan. Zoiets slijt natuurlijk. Dat blijft niet eeuwig. En dan moet je ook weten wanneer je weer stoppen wil. Dat hebben ze gezegd, hè, wanneer ze stoppen. Als fossiele brandstoffen de wereld uit zijn. Ja, maar dat is natuurlijk... Dat is flauwekul. Dat is een beetje net als ik. Die zegt dat hij tot zijn 100ste bij de slimste mens blijft zitten. Hoe een beetje realist zal begrijpen dat het zo niet in elkaar zit. Dat was een hele nuttige en interessante ontwikkeling deze week. Dat is officiële cijfers over de subsidies aan de fossiele brandstof gebruikers, dat die niet 4,5 miljard was, maar dat die 36,7 miljard was. Dat je ook denkt, grote god nog een toe. Daar zie je niet waar hoe allerlei oude structuren, en die natuurlijk geweldig goed bewaakt worden door degene die daar uitgebreid van profiteren, dat je dat voorlopig niet weg hebt. Er werd ook opgewekt gezegd, dat ging het volgende kabinet doen. Dat je denkt, oh ja, ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Nou, er werd al gezegd, dat kun je niet zomaar afbouwen. Nee, precies, dat kun je niet zomaar afbouwen. Dus dat zal ook weer een lange termijn project worden. En je begint toch, misschien is het bij mijn verzuurde ouderdom, bij veel lange termijn projecten van de huidige Nederlandse overheid te denken, dat wordt een heel erg lange termijn project. Ja. Als je al relatief kleine projecten niet tot een goed einde weten te brengen. Maar zeg maar, het doel van die protesten, vind je dat goed dat ze daar op deze manier aan vragen? Ja, dat mensen erop patent worden gemaakt. Een beetje boosheid kan ook geen kwaad. En het heeft effect, zeggen die demonstranten? Enig effect heeft het wel. En daarom zou ik zeggen, ga er niet te lang mee door, want dan wek je irritatie enzovoort. Dat willen ze graag. Er is wel een vrij opmerkelijk verschil tussen de boerenprotesten die we zo heerlijk gefaciliteerd hebben en deze protesten. Dat valt mij wel op, ja. Er werden een paar leuke foto's getoond van die optochten van die tractoren met de politiebegeleiding voorop en achter. Want ja. Ik heb nog geen agenten gezien die zich ook vast hadden laten plakken aan de weg. Waar ze er misschien best sympathie voor hebben. En dan moet je weer iets anders verzinnen waarmee je de mensen kunt attenderen op het feit, nou ja, dat we in allerlei opzichten, ik laat blijkbaar toch nog niet overtuigd zijn van de urgentie van dit probleem. En dat is te meer jammer, omdat naar mijn inzicht wij zowel het geld als de technologie hebben om aan dit probleem meer te doen dan we nu doen. Laat ik het voorzichtig formuleren. Ik zit te denken, als je demonstrant toch bent en je wil meer effect dan nu, want ze zeggen op het Malieveld dat heeft helemaal geen zin meer, hè, want we hebben al zoveel klimaatmarsen gehad. Misschien moet je iedere keer op een andere plek gaan zitten. Op maandagochtend op de A2. Dat zou eventueel ook wel. Nogmaals, je moet zorgen dat het een attenderende functie heeft. Dat zie je snel genoeg, want zoals je weet hoe de media werken. Eerst staan ze met massaal, zijn ze aanwezig, enorme opwindingen. Allemaal in de talkshows, dan laten ze zich ook vastlijmen en dan gaan ze maar door. En dan het zakt langzaam weg en dan krijgen ze iets anders wat ze interesseert. En kijk, de media zijn in feite een paniekmachine. Over alles ontstaat paniek. kan niet verdommen wat het is, over alles ontstaat paniek. Maar die paniek duurt nooit lang, want dan krijgen ze er een beetje genoeg van. En
zegt iemand op de redactie, jongens, dat hebben we nou al van 5 dagen gehad, nou weer eens wat andere paniek. Is er niet iets? Ik zou zeggen, ga vooral bij die enquête kijken, doe daar eens wat aan. Ja. Aan die beschamende getuigenissen die daar gegeven worden. Maar ik denk dat heel veel Nederlanders zich ook wel zorgen maken over het klimaat. En op hun beurt wel iets doen. Jawel, maar die hebben een dagelijks leven te leiden. En ja, je kunt niet de hele dag over het klimaat lopen na te denken natuurlijk. Maar je kunt je wel je kunt van bepaalde verenigingen lid worden die daar iets aan doen. Je kunt eventueel eens kijken bij, als je mag stemmen op 22 november, welke partijen op dit punt althans een... Kijk, je moet natuurlijk ook oppassen dat je niet op allerlei dromen stemt die wel fijn dromen, maar die verder weinig soda aan de dijk zetten. Dus stem op een partij waarvan je de vermoeden hebt dat ze op dit punt iets nuttigs gaan doen. Hmm. Nou, je had die verhalen uit de Rotterdamse haven wat aansloot bij die subsidies waar jij het net over had. Die mensen zeiden ook van ja, we kunnen niet zomaar van die fossiele brandstof af, dat moeten we langzaamaan moeten we dat afbouwen. Want anders dan verreweg de meest effectieve manier om het af te bouwen is dat je dus de niet-fossiele energie, dat je die goedkoper maakt dan de wel-fossiele. Zodra er een commerciële impuls is, een rendementsimpuls, werkt dat geweldig. Denk aan al die Nederlanders die een elektrische auto's hebben aangeschaft omdat ze behoorlijk gesubsidieerd werden daarvoor. Ja, maar bij die grote... Dat je nog 3 mil krijgt als je zo'n ding koopt, ja, toch? Maar bij die grote industrie, die het meest vervuilend is, daar zijn die alternatieven er natuurlijk wel op kleine schaal, maar voor al die grote schaal werkt dat niet. Nou ja, ik begreep dat ze bij Tata nu een groot project gestart zijn. En dat is de grootste CO2-uitstoter van Nederland, om er iets aan te doen. Ja, maar dat zijn allemaal pilots. Je kunt je afvragen, waarom is het nu? Hè, hoeveel pressie moet je op zo'n bedrijven uitoefenen? Want wanneer is die discussie over Tata begonnen? Ik wil niet zeggen toen ik nog op mijn driewielertje zat, maar toch wel een hele tijd geleden, ja. Ik heb overigens nooit een driewielertje bezeten, laat ik dat er even bij zeggen. Maar Hoe hadden kinderen geen loopfietsjes, driewielertjes? Nou ja, misschien rijke kinderen, dat kan zijn. Ja. Mij niet. Maar goed, het heeft nul effect. Ook die pilots die zijn leuk, maar er gebeurt nog heel weinig. Nou ja, dat zou een reden moeten zijn om aan te pakken, zou ik zeggen. Ja. Dan moet ergens een midden zijn waarbij ze flink onder druk worden gezet zonder dat ze morgen vertrekken. Ja. Want dat wil de overheid ook niet. Er werken 5000 mensen. Hè? Maar je ziet trouwens in Born daar kennen. En je er nu al 1000 uit. En ik begreep dat er met goede kans is er volgend jaar weer 1500 uitgaan. Ja. Maar er zijn er altijd mensen die ook als we het hierover hebben, die zeggen wat een woke gelul. En we eten lekker nog ons biefstuk. Hè? En we rijden nog gewoon lekker op diesel en op benzine. Ja. Dat zijn ook onder onze luisteraars zijn er veel mensen die er ook nog zo over denken. Zonder enig twijfel. Ja. Dat is betrekkelijk. Ja, het is nou toevallig dat ik niet erg van biefstuk hou. Maar dus die eet ik ook niet veel. Ik denk wel dat je in principe... Ook zonder dat je plotseling in een soort heilige leven gaat leiden, kun je hele nuttige dingen doen. Je kunt je huis laten isoleren, je kunt zonnepanelen aanschaffen, je kunt een zuinige auto kopen. Er zijn grote verschillen tussen de zuinigheid van auto's. Je kunt toch proberen iets minder te vliegen. Ik durf hier niet bij te zeggen, ga met de trein, want dat is een hele, hele aparte business natuurlijk. Ja. Nou, ook zoiets, dat zou veel beter georganiseerd kunnen worden. Hebben we het al eerder over gehad. Creëren een Europese treinautoriteit met overriding powers. En dat zou toch in orde moeten kunnen. Zo'n ingewikkelde technologie is dat nou toch ook weer niet. De trein. Hè? De trein. Ja. We hebben nou al lang hebben we al treinen. Ik bedoel, laten we even afronden, 1830. Nou ja, 200 jaar hebben we treinen. Dus dat doet er wat aan. Maar wellicht dat het netwerk en de volheid van het netwerk, dat het probleem is. In Nederland wel, omdat er totaal niks in geïnvesteerd is. Dus nu is het ontzettend vol, daar komt het wel op neer. Ja, maar dat heb ik al eerder gezegd. Nederland is een soort stadsgewest. En dat betekent dat je alle voor- en nadelen van een stadsgewest hebt. Het is duidelijk dat als je mensen een beetje op elkaar propt en zo in steden... Dat enorm de creativiteit bevordert. He, dan wanneer je bijvoorbeeld eenmaal per 10 vierkante kilometer een blokhut hebt, waar iemand de grootst mogelijke moeite heeft om in leven te blijven.
Ja, dat is zonneklaar. Maar het heeft ook nadelen, ja. Dus die creativiteit zouden we ook op het spoor eigenlijk moeten gebruiken? Ja, het spoor heeft dus een wat ik al zei, een soort autoriteit nodig. En je ziet bij het spoor, wat je natuurlijk op tal van terreinen in Europa ziet, dat ze toch het liefst lekker blijven bikkelen en ruzie maken. Ja. En het zoveel mogelijk uit nationaal. He, dat de Nederlandse spoorwegman, wat zeg je, Deutsche Bahn, dat zijn misdadigers, joh. Dat zijn gewoon misdadigers. Zwitserse spoorwegen, allemaal showboys, dat is flauwekul. Nou, zo gaat dat ongeveer, neem ik aan. Dus eigenlijk op al deze punten die we nu in de afgelopen 10 minuten hebben besproken, zou eigenlijk een Europese autoriteit aan de touwtjes moeten trekken. Nou, dat zou ten aanzien van de spoorwegen zou ik daar ja voor zijn. Ook die andere dingen weet ik niet precies. Zware industrie. Zou toch ook, Ja, we zijn natuurlijk ooit begonnen met een regeling voor zware industrie. Overigens ontstaan uit natuurlijk Franse achterdocht ten aanzien van Duits succes. Namelijk de Europese gemeenschap voor kool en staal. Ja, ik weet niet precies wat de Europese mogelijkheden op dit terrein zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat Europa op dit terrein al voorschriften heeft die wel degelijk van betekenis zijn. Welke die zijn, dat weet ik ook niet.